Bij de Kaapverdiaanse stichting Avansoe hebben ze vandaag een ochtendbespreking gehad en ook daar ging het over de overledenen van de afgelopen dagen. Ja, dat leeft verschrikkelijk onder de Kaapverdianen. Het fatale auto-ongeluk op tweede kerstdag, waarbij 4 mensen zijn komen te overlijden. Afgelopen zaterdag was daar de begrafenis van. Ik ben ook naar de kerkdienst geweest en je ziet dan dat de hele Kaapverdiaanse gemeenschap er naartoe komt om de steun te betuigen, om de respect te tonen aan de overledenen. En om gewoon die familie een hart onder de riem te steken. En zo zal het volgens Beatrijs Rocha ook zijn bij de begrafenis voor Wilson Gomez. Bij de stille tocht voor zijn dood kwamen al veel Kaapverdianen af. Volgens Beatrijs Rocha grappen Kaapverdianen vaak dat ze niet met elkaar kunnen samenwerken, want iedereen komt van een ander eiland. Maar in dit soort tijden is dat wel anders. Dan zijn wij gewoon één volk, dan steunen we elkaar. En hoe dat komt, weet ik niet. Dat is gewoon een gevoel, het zit in ons bloed, in ons hart. Deze week zal Wilson Gomez worden begraven en zondag 10 januari is er een stille tocht voor de slachtoffers van het auto-ongeluk op de Vierhavenstraat.